Hey, superleuk dat je meedoet met de Sell Your Goal Challenge dag 2. En um, ik ben heel benieuwd hoe het gegaan is gisteren met het doen van jouw eerste aanbod. Is het gelukt? Hoe voelde het? Was het spannend of niet? Um, laat het me weten in de DM op Instagram, um, als je me nog niet volgt, um, of via mail katconno.com. Um, super leuk om van je te horen en je mag natuurlijk ook in de Share Your Gold Facebookgroep je bevindingen delen. Dan kunnen mensen die niet meedoen met de challenge er ook nog steeds iets van leren. Um, en ik ga snel, uh, snel van start met de presentatie, want ik heb natuurlijk vandaag ook weer van alles met je te delen. Um, ik ga even weer uit beeld. Oké, okay, dag twee. Um, yeah, ja, want wat is nou eigenlijk uh, your right fit client? Voor wie doe je nou eigenlijk dat aanbod? Met wie doe je nou eigenlijk sales? En klopt dat ook? Um, je right fit client, die ideale klant, um, die lijkt vaak een beetje op jou. Die heeft vaak een beetje nodig wat jij ook nodig hebt. Dus eigenlijk kennen we elkaar best wel goed. Um, als je nou je aanbod wil gaan doen en je vindt het lastig om je aanbod te doen, dan kan dat misschien zijn omdat je het aan de verkeerde persoon doet omdat het niet klopt. En dat als je het aan de juiste persoon doet, het dan al veel makkelijker is. Um, dus de vraag is eigenlijk: welke huidige of oud klanten zijn jouw favoriet en waarom zijn die dan jouw favoriet? Wat vind je nou zo leuk aan die klanten? Wat zijn eigenschappen waarvan jij zegt: ja, daar word ik gewoon heel blij van. Met dat soort mensen werk ik gewoon heel graag. En het is heel belangrijk. Om dat helder voor jezelf te hebben. Welke wensen heb jij met betrekking tot jouw ideale klant? Want waarom zou je nou toch zaken gaan doen met mensen waar je een hekel aan hebt? Dat gaat toch niet werken? Daar heb je toch helemaal geen zin in? Daar word je toch niet blij van? Dat is toch niet do more what, of what makes you happy? Nee, precies. Dus kies eruit. Denk zelf: hé, hey, met wie wil ik hangen? Wie is mijn tribe? Wat zijn nou fijne mensen? Nou, kijk. En dat kan je natuurlijk in je hoofd bedenken... maar voor mij helpt het altijd als je het even een keertje op papier hebt gezet. Dat je het gewoon een beeld hebt. Dus Desnoods maak je een moodboard ervan. Eventjes gewoon dat je helder verbeeld hebt... wie is dat nou? Tegen wie ben ik dan aan het praten? En als ik iemand in mijn hoofd moet hebben... voor een bepaald aanbod... komt er dan ook een naam bij me op. He, zodat het ook makkelijker wordt... Om die sales ook te doen aan de juiste mens, maar ook om die sales zelf te doen, omdat je gewoon weet, met die mensen kan ik ook makkelijk praten, die snappen ook waar ik het over heb, uh, die voelen ook, oh ja, zij snapt waar, waar ze het over heeft. Weet je wel, dan is die communicatie gewoon veel makkelijker en dat maakt de sales natuurlijk ook veel makkelijker. Dus, wat is jouw ideale klant? Maak eens een lijst van eigenschappen en wensen. Hoe moet diegene eruit zien? Wat is dat voor iemand? Uh, misschien is, een, is locatie belangrijk. Misschien is het belangrijk of het een man of een vrouw is. Misschien maakt daar dat helemaal niks uit. Het ligt maar aan wat je aanbiedt uh, of, of dat uh, relevant is. Maar heb dat voor jezelf zo helder mogelijk. Als dat nog niet helder is, maak het dan nog helderder. En zorg dat je echt gewoon um, voelt van. Als je niet precies weet, zeg maar, qua demografische kenmerken, leeftijden, dat soort dingen, dat is niet altijd relevant. Het ligt er aan wat je verkoopt. Maar als je uh, een bepaald gevoel hebt bij een bepaald soort klant. Bijvoorbeeld, je wil een klant die um, niet uh, gaat twijfelen aan jouw prijs. Je wil een klant die heel makkelijk in zichzelf durft te investeren. Ik wil bijvoorbeeld een klant. Die um, heel erg bereid is om ook zelf heel veel verantwoordelijkheid te nemen voor zijn, eigen, uh, haar zijn of haar eigen succes. Maar als je bijvoorbeeld iemand bent die heel veel uitvoerende taken doet, dan is dat niet zo relevant. Dan wil je liever iemand die heel goed weet wat hij wil. Zodat hij dat helder aan jou kan uitleggen. Hè? Dus dan is dat weer veel relevanter. Als je iemand bent die. Uh, Um, meer uh, bijvoorbeeld een producten aanbiedt, dan moet je heel helder hebben wat die klant precies nodig heeft, wat die zoekt en of dat dan inderdaad goed aansluit. Dus maak voor jezelf die lijst zo duidelijk mogelijk. En beschrijf ook het gevoel wat je erbij wil hebben. Weet je heb, je, heb je echt het gevoel dat je verschil kan maken voor diegene? Is dat belangrijk voor je? Als dat niet belangrijk voor je is, hoeft dat ook niet op de lijst. Voor mij is het wel belangrijk. Ik hou bijvoorbeeld ook van dat mijn klant resultaat haalt. Als mijn klant uh, bijvoorbeeld een, een cheerleader nodig heeft, dan kan ik dat zijn. Maar ik ben niet zo'n heel goede accountability partner. Want ik vind het heel irritant om de schooljuf te zijn. Om dan te vragen: heb je het al gedaan? Omdat ik dus in die eigen verantwoordelijkheid geloof. Dus mijn ideale klant die heeft zelf de eigen deadlines en die houdt zich daar ook aan. En Als daar moeite is om de, aan die deadline, dan nemen ze contact met mij op en ze zeggen: hey, ik heb moeite om aan de deadline. Wat heb je een tip voor me? En dan nemen ze zelf verantwoordelijkheid. Dan zeggen ze niet op de dag zelf: ja, ik heb het niet gedaan want... en dan komen ze met smoesjes. Mijn ideale klant zou dat nooit doen. dus, uh, dus dat is heel belangrijk dat je dat helder hebt. Maar ook bijvoorbeeld dat je wil dat een klant de factuur direct betaalt. Dat is voor mij essentieel. Ik vind het heel belangrijk dat een klant niet tot de laatste dag wacht. Als het iemand is die tot de laatste dag wacht en denkt, ja, nou, vind je het niet belangrijk genoeg? Heb je niet je prioriteiten strak? Nou, dat is voor mij dus een ding. Uh, maar voor jou kan het misschien helemaal niet relevant zijn. Dus, maar heb dat voor jezelf helder. Wat vind ik daar belangrijk aan? Hoe wil ik dat? Nou, dan gaan we het hebben over je aanbod. Wat bied je nu al aan? Wat werkt? Christel heeft de vraag ook gesteld. Daar gaan we nog eventjes verder op in. Want het is heel belangrijk om dit voor jezelf uh, goed te weten. Van hé, hey, wat, wat verkoopt er nu al? Wat, wat is me eigenlijk tot dusver makkelijk afgega afgegaan om te verkopen? En waarom? Is dat omdat de prijs op een bepaald niveau zit? Dat je zegt van nou, iets van 27 euro, dat durf ik wel te verkopen. Maar iets van 2700 of 27.000 euro, daar heb ik moeite mee. Want dat vind ik eigenlijk te hoog. Dat voelt niet goed. Uh, als je jouw ideale klant in ogen hebt, wat zou je dan voor jouw klant kunnen bedenken? Wat zou die klant kunnen helpen? Heb je misschien nu op dit moment een klant waarvan je zegt van die ben ik aan het helpen, maar die zou ik eigenlijk nog beter kunnen helpen met nog iets daarbovenop, nog een extra product? Heb je wel eens aan je klant gevraagd goh zou ik jou nog ergens anders mee kunnen helpen? Kijk, als iemand al een keer aan jouw geld betaald hebt, is het veel makkelijker om diegene nog een aanbod te doen. Want die is al, zoals ze dat dan noemen, betalingsbereid. En die is dus al geneigd om geld naar jou over te maken. Die is dat al gewend. Dus dat maakt de drempel veel lager. En voor jou, dus de sales, veel makkelijker. Dus kijk eens even goed: wie heb je allemaal al? Um, wie vind je leuk? Wie zou je, met wie zou je eigenlijk wel nog meer willen doen? Met wie zou je langer willen werken? Met wie zou je meer willen werken? Um, omdat je je klant al een beetje kent, weet je ook waar de valkuilen zitten. Zijn er dingen die je voor die klant zou kunnen extra zou kunnen betekenen? Of zou je met ze mee kunnen denken op een bepaald vlak? Dus wat heb je in huis aan goud al? En dat gaat dus over wat heb je in huis aan fijne klanten al. Maar ook wat heb je in huis wat je eventueel aan die klanten die je al hebt nog meer zou kunnen bieden. En eventueel aan nieuwe klanten uh, ook zou kunnen bieden. Maar het makkelijkste is natuurlijk eerst te kijken naar wat is er al, wat heb je al, wat is makkelijk, wat is laagdrempelig. En misschien vind je het wel heel spannend om een bestaande klant een nieuw aanbod te doen. Uh, maar ga dan ook eens eventjes bij jezelf na. waarom is dat zo? Is het omdat je twijfelt over of het succesvol is? twijfel je of diegene wel bij jou wil blijven? Um, wat is daar de reden? En um, ja, als je dat helder hebt, dan kun je het ook veel makkelijker uh, voor jezelf uh, en aan anderen verkopen. Um, hierbij is ook belangrijk de non-negotiables. Wat vind jij belangrijk? Maak een lijst wat je wel en niet wil in je business. Nou, ik heb net al een paar voorbeelden genoemd, hè, wat ik met mijn klanten bijvoorbeeld wel en niet wil. Ik vind het bijvoorbeeld heel vervelend als klanten mij bellen. Ik hou niet van bellen. Ik vind het heel prima om een call met mijn klant te hebben, maar dan wel op een afgesproken tijd. En niet zomaar dat iemand tussendoor een beetje gaat lopen bellen de hele dag. Want dan ben ik een podcast aan het opnemen of ben ik een... Een, uh, een masterclass aan het opnemen en dan moet ik, word ik gestoord dan ga ik uit mijn creatieve flow en dat vind ik niet fijn dus met mijn klanten heb ik heel duidelijk afgesproken bel mij niet, stuur mij een appje hey, heb je dan tijd om te bellen dan kijk ik of dat lukt en dan maak ik tijd en dan heb ik quality tijd voor ze dat is een non-negotiable voor mij als je dat niet wil als je mij te pas en te onpas wil bellen kan, mag je niet met me werken zo simpel is het uh, want ik word daar gewoon heel zo van. Ja, het is niet anders. Um, wat ik ook heel belangrijk vind, is dat, um, dat het mijn klanten weten dat ik voor ze klaarsta, dat ik heel erg altijd bereid ben met ze mee te denken, maar niet dag en nacht. Um, dus dat is ook heel duidelijk. Um, wat ook duidelijk is, is dat ik best wel wat dingen op social media deel, maar niet alles. En ik heb heel duidelijk mijn grenzen, de onderwerpen waar ik het over wil hebben. Ik zal het nooit over politiek hebben. Ik zal het niet zo vaak over seks hebben. Uh, ik zal het ook niet zo vaak over relaties hebben, hoewel ik daar heel veel interesse in heb en dat heel interessant vind. Maar ik vind het niet relevant voor, uh, voor mijn aanbod. En dus heb ik het er niet over. Um, als jij dat wel wil, dan is dat natuurlijk helemaal prima. Maar je moet doen wat bij jou past. Um, wat vind je belangrijk in sales? Hoe ver wil je erin gaan? Hoeveel keer ga je iemand benaderen voordat je uh, accepteert dat diegene het niet wil? Um, wat vind je zelf daarin fijn? Ga dat voor jezelf eens even bekijken. En maak daar gewoon een goede lijst van. Ik geloof in lijsten. Ik geloof in dat als je het zwart op wit hebt staan, dat het helderder wordt. En um, creëer voor jezelf de meest ideale omstandigheden waarop je dingen wil doen. Zou je het bijvoorbeeld heel vervelend vinden om mensen. Per mail te benaderen met je aanbod, doe het dan niet. Of als je het niet fijn vindt om te bellen, doe het dan niet. Als jij beter sales kan doen op één op één uh, in een gesprek-persoonlijke benadering, maak dat dan een non-negotiable, dat je het op die manier gaat doen. Non-negotiable betekent eigenlijk: het is heilig voor mij, ik wijk er niet van af, dit is een regel voor mij, zo wil ik het doen. En dan kan je af en toe best wel eens een keer een uitzondering maken. Maar als je dat voor jezelf helder hebt, dan wordt het gewoon veel makkelijker. En dan wordt het ook veel makkelijker om ja of nee te zeggen tegen bepaalde dingen. Omdat je weet: oh ja, dat is een non-negotiable. Oké, okay, nou dat is dan zo. En dan ga je minder twijfelen, word je steviger, sta je steviger in je schoenen. En wordt het ook makkelijker om te bedenken hoe je het wil en wat je precies wil. Dus wil je bijvoorbeeld één aanbod of wil je meerdere kleinere aanbod? Of wil je. High-end klanten of wil je graag uh, massa? Het is maar net wat jij fijn vindt. En je kan doen wat iedereen doet, maar je kan beter kiezen wat bij jou past. Als jij iemand bent die goed in een-op-één een is, ik ben bijvoorbeeld heel goed in een-op-één. Een. Nou, je kan maar zoveel een-op-één een klanten hebben. Dan moet je dus ook goed bedenken van hoe wil ik dat dan inrichten? Wat vind ik daarin belangrijk? Ben ik elke dag beschikbaar of niet? Um, hoe wil ik? Uh, hoe lang moeten die uh, sessies dan zijn? Wat? Wat zit er dan in mijn aanbod en hoe past dat in mijn leven? Als je heel vaak vakantie wil, dan moet je natuurlijk niet te veel challenges houden. Uh, om maar iets te noemen. Want dat is dan onhandig. Dan moet je heel goed van tevoren plannen, dan en dan wil ik het doen. Dat is bijvoorbeeld dan zo'n ding waar ik zelf dan wel eens tegen aanloop. Um, maar het is voor jezelf gewoon belangrijk, helder te hebben, hoe, hoe wil ik het? En dan maak je een ideaal plaatje, hoe wil ik het? En dan ga je kijken, oké, okay, nou is dat haalbaar? En dan ga je gewoon kijken hoeveel mogelijk, zoveel mogelijk dingen voor jezelf haalbaar te, ha te maken. Nou, uh, van, met dat uitgangspunt gaan we weer naar opdracht 4. Namelijk bedenk één aanbod dat je vandaag kan verkopen en doe dit aanbod. Doe het gewoon weer. En hou nu eventjes dus ook je ideale klant in gedachten en ook de manier waarop je het wil doen. Pas het aanbod aan op hoe jij wil werken. En, um, en doe het. En kijk wat er gebeurt. Just go with it. Um, als je weer weerstand voelt, als je het spannend vindt. 5, 4, 3, 2, 1, go, let's do it. Um, een andere manier om jezelf uh, in de actiestand te krijgen, is om uh, een yeah, accountability partner te vinden die samen met jou dit doet, die bij jou checkt: van hey, heb je het gedaan? Hoe lukte het? Uh, nu deze periode ben ik jouw accountability partner. Dus je mag me heel graag verslag uitbrengen uh, in hoe het gegaan is en hoe je het ervaren hebt, of het meeviel of tegenviel. En ja, uh, yeah, let's go! Um, heel veel succes en vooral ook plezier. Dat is super belangrijk. Als je vragen hebt, stuur je een berichtje aan Catcoolno uh, op Instagram of katcoolno.com. En ja,. Um, yeah. Mijn aanbod van vandaag is. Dubbele punt: uh, reinvent yourself. Reinvent yourself is mijn, um, een van mijn lievelingscursussen die ik geef. Het is uh, zes modules. Um, het is een, een cursus waarin je eigenlijk op zoek gaat naar wie ben ik eigenlijk? En hoe kan ik bereiken wat ik graag wil bereiken? En daarmee moet je eigenlijk in een andere identiteit stappen en uh, jezelf opnieuw uitvinden. En um, dat klinkt heel spannend en het klinkt ook als heel veel werk, maar dat valt eigenlijk best wel mee. Um, het gaat vooral over heel groot dromen en ook gaan ontdekken welke acties je nu al kunt doen om dichter bij die droom te komen. Het is dus een cursus in manifesteren, en ja, uh, yeah, het is my favorite. Um, ik uh, doe daar veel persoonlijke begeleiding bij, dus je mag al je antwoorden naar mij sturen. En dan ga ik daar persoonlijk binnen 48 uur op reageren. Het is dus best een intensief project. De, de cursus duurt een maand. Uh, of je kunt er een maand over doen, over de modules, laat ik het zo zeggen. Um, en um, ja, ik heb er uh, altijd hele goede reacties op. Mensen vinden het heel waardevol om, uh, om op die manier naar zichzelf en naar hun dromen te kijken. En um, ja, sommige mensen zeggen life changing. Ik stel nogal uh, best wel interessante vragen. Um, die sommige mensen zichzelf nooit stellen. Um, als je hem nog nooit gedaan hebt, zou ik je zeker aanraden om, uh, om hem te proberen. Hij is op dit moment 88 euro, dus dat is geen geld. Um, normaal gesproken is hij 597, dus dan heb je een beetje een idee hoeveel korting dat is. Mocht je die cursus willen doen, um, klik dan uh, eventjes uh, um, op reply op de mail die je hebt gekregen vandaag, of uh, stuur me een DM'tje en dan. Uh, Stuur ik je de link toe en dan kun je meedoen vanaf nu. Superleuk. Um, als ik hem niet verzonnen had, dan zou ik hem zelf fantastisch vinden om te doen. Maar goed, ik heb hem al gedaan. <laughs> um, ja, dus dat. Um, maar goed, ik wens je vooral natuurlijk ook heel veel succes met jouw aanbod en uh, heel erg veel plezier met het uh, oefenen in verkopen. Succes!